Wat doet een wethouder die het sport niet in zijn portefeuille heeft hier op het voetbalveld? Klopt. Nou, dit is een initiatief in het kader van de week van Kom erbij. Dit is eigenlijk de week tegen de eenzaamheid, maar daar hebben we een andere positieve benaming aan gegeven. En je ziet dat in deze week de tal van initiatieven plaatsvinden om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben ergens bij te kunnen horen. En ook op een laagdrempelige manier naar allerlei initiatieven toe kunnen gaan. Waaronder vandaag hier bij Oranje Nassau in het kader van de Walking Voetbal. Betekent dus dat je eigenlijk wilt proberen om de mensen die wat op oudere leeftijd zijn toch beweging te laten doen. Precies, het is eigenlijk een combinatie van en in beweging komen, maar ook vooral je betrokken te voelen. Hè? En ik noemde net al de week tegen de eenzaamheid. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we op allerlei manieren met een hele brede coalitie, zou ik haast zeggen, van partners in de stad, allemaal initiatieven deze week organiseren om ervoor te zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij wat er in de stad gebeurt. En op die manier dus ook zoveel mogelijk erbij horen, laat ik dat woord maar gebruiken. Want daar is het ons eigenlijk allemaal om te doen. Ja, we willen eigenlijk zorgen dat mensen niet in een isolement terechtkomen. Dat mensen ook echt het gevoel hebben van, nou, ik hoor ergens bij. Nou ja, daar is dit ook weer een prachtig initiatief van. En u hoort mij al enigszins buiten adem, maar dat komt omdat ik net even heb mogen meedoen. En het is hartstikke leuk om te zien wat de energie ook weer uit dit initiatief komt. En ook dus dat er op basis van de oproep mensen gehoor geven om te kijken van, nou, misschien is dat wel wat voor mij. En daar kan ik me hier ook bij aansluiten. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, je haalt me eigenlijk de woorden uit de mond, want je trok net je jasje uit. Ja. En je dacht van, nou, ik doe even lekker potje mee. En je maakt nog 3 doelpunten ook. Ja, wat is het, hè? Nee, maar ik vind het altijd heel erg mooi om... Ik ben weliswaar niet de wethouder sport, maar wel de wethouder voor welzijn. Nou, daar houdt dit natuurlijk ook mee verband. Maar als je dan ergens bent en je krijgt de kans om even mee te doen en ook om te ervaren hoe het is voor de mensen die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, is het gewoon heel erg leuk om even een potje mee te doen. Hier zit echt een heel sociaal element aan vast. Hè? Mensen komen hier stevast op de woensdagochtend. Om een uur of 11 komen ze bijeen. Kopje koffie, er kan nog wat gepraat worden. Nou, vervolgens het veld op met overigens professionele begeleiding. Want er zit hier een trainer bij die ook echt rekening mee houdt dat mensen een goede warming up krijgen. En vooral ook de oproep voor de mensen die kijken. Kom erbij, ga hier gewoon eens kijken en doe mee.